NEC heeft de afgelopen 4 duels geen wedstrijden verloren. Maar toch zijn er maar 6 punten behaald. Trainer Jack de Gier is hoopvol, maar benadrukt het belang van een overwinning. Op zich qua punten vind ik het iets te weinig. Kijk naar de wedstrijden, dan geeft dat wel in die zin weer bepaald houvast om de volgende wedstrijd weer te spelen. Het lijkt definitief wat sterker. Ik heb iets minder tegengoals. Komt er ook omdat je nou een beetje een vaste basis hebt achterin? Dat kan daarmee te maken hebben, maar ja goed. We hebben tot voor 2 wedstrijden speelden bijvoorbeeld achterin ook Buwalda en nu speelt daar Matthias weer. Het is wel zo dat we wat stabieler zijn in het weggeven van kansen. Ik vind wel dat we wat minder creëren ook dan voor de winterstop. Dus ja, dan is het ook wat moeilijker om wedstrijden te winnen. De wedstrijd tegen Utrecht uitgezonderd. De wedstrijd bij Cambuur bijvoorbeeld. Ja, hebben we een stuk of 5-6 mogelijkheden gehad waarbij ongeveer 2 goede kansen waren. Dan moet je die kansen benutten om de wedstrijden te winnen. Dan krijgt de groep steeds meer vertrouwen. Het gevoel van niet verliezen, dat is in het begin belangrijk geweest. Ik vind dat we nu de volgende stap moeten zetten door wedstrijden te winnen. Coët doet het dit seizoen gewoon goed. En, een stabiel team, jongens die hard voor elkaar willen werken, die voor elkaar door het vuur gaan. En, daar zitten wel wat slimme spelers bij, absoluut. Jij liet op je Instagram al weten dat jij met plezier terugkeert in dat stadion. Met waarschijnlijk een volgepakte tribunes. Dus jij zal wel extra je best willen doen, denk ik? Nee, ja, tuurlijk. Kijk, voor mij, ik heb dat tot nu toe mijn mooiste tijd gehad. En ik ben daar altijd goed behandeld door de mensen binnen de club, de supporters, mijn teamgenoten en zo. Dus ik kijk er zeker naar uit om daar terug te komen. Ik denk dat nu elke minuut die op het veld staat voor jou heel prettig aanvoelt. Nou, absoluut. Ik heb dan nu 2 keer mogen invallen, steeds wat meer. En ik voel me goed, ik voel me super fit. En dat geeft natuurlijk wel een super fijn gevoel. En gewoon weer op het veld staan met die jongens en met het team. En ja, dat is wel waar je het voor doet. Het is niet zo dat je met plezier op de tribune hebt gezeten om toe te kijken. Nee, absoluut niet. Ik heb elke keer het geluk dat mijn eerste actie gelijk gewoon goed is. En het brengt toch wat gif en wat drang naar voren. En, ja, ik denk dat het wel redelijk goed gaat. Ik had het wat minder verwacht in de zin van dat je toch wat meer tijd nodig zou moeten hebben. Maar verrassend gaat het gewoon goed. En heb ik niet zoveel tijd nodig gehad om aan te kunnen passen, zeg maar. Dus dat is ook wel positief. En ik denk dat het wel redelijk goed gaat. Moet je eens kijken of je nog iets langer kan spelen dan de vorige keer? Nou ja, tuurlijk. Kijk, daar moeten we wel naartoe. En ik voel me gewoon goed. Ik voel me fysiek gewoon sterk. Conditioneel ben ik gewoon goed. En dan moeten we nu langzamerhand gaan uitbouwen. En daar zijn we nu mee bezig. Luister vrijdagavond om 8 uur live op RN7 naar de wedstrijd Go Ahead Eagles NEC vanuit de Adelaarshorst.